allemaal. Ja, ik denk eerst een applaus voor de tweede, want ze hebben het vandaag de derde. Yeah. Hey. En Mark was de beste. Ja, ik denk dat we kunnen terugkijken op een raar en enerverend seizoen. Zowel bij 1, 2 en 3. Maar ik denk wel, zeker kijken naar derde, die bijna dit jaar niet meer zou hebben bestaan als elftal. Hoe ze dit jaar hebben opgepakt onder leiding van Hans. En gewoon tweede zijn geworden in de reserve vierde klasse. Nou, dat is echt geweldig. Nou, het tweede, ja, heb ik net gezegd. Het eerste, ja, een lastig seizoen. Maar ik denk dat het vooral voor 1, 2 en 3 geldt. Dat het misschien wel een van de beste seizoenen is geweest qua sfeer. En ik denk dat we dat toch ook voor volgend seizoen eventjes moeten gaan onthouden. En dat moeten gaan vasthouden met z'n allen. En dan denk ik wel dat ik ook niet moet vergeten de mensen die het allemaal mogelijk maken. De leiders, de verzorgers. En ook de mensen die ook weer achter de barbecue staan zijn ook leiders natuurlijk. Ik denk dat die mensen ook een ontzettend applaus verdienen hoe ze dat hebben opgepakt dit seizoen. Ja. En dan kan ik alleen maar zeggen, ja, voor het tweede volgende week heel veel succes en eet smakelijk allemaal, jongens. Yes. Yes. Vandaag ben je eigenlijk gast, hè, van ons. Vandaag ben je eigenlijk de gast bij ons. Eigenlijk, je staat weer met die camera aan, Jan. Dus ga ook lekker genieten dadelijk, hè. Ja, Karel, je bent lekker bezig, joh. Leider van het eerste elftal. We komen toch even bij je langs. De laatste wedstrijd geweest. Samen met Kees en Jan van der Meer doe je de begeleiding. En nu sta je hier poffertjes te bakken. Wat is het? Nou, poffertjes. Ik weet niet of je bij Ome Toos geweest bent, maar dit zijn geen poffertjes, Leo. Nee, het is betrekkelijk. Nee, maar... als afsluiting van het seizoen is het altijd leuk om natuurlijk even het seizoen mooi te eindigen. Zeker op een dag als vandaag. Vorige week het eerste veilig gespeeld. Vandaag het tweede periodekampioen geworden. Ja, dat is top. Dus dat is helemaal mooi om het seizoen voor de selectie in ieder geval op dit moment af te sluiten. Maar ik zie daar Kees op de achtergrond, is dat lekker te happen. Hè? En jij staat Kees, kom er eens bij. Joh. We hebben altijd we hebben werkpaarden en sierpaarden. Ja, Kees, jij staat weer lekker daar te happen. Ja. Terwijl deze... Heerlijk, heerlijk. Kees, ja, heel jaar leiderschap weer achter de rug. Hè? Je tweede jaar. Een leuk jaar. Ja. Een leuk jaar dit jaar. Het was echt een goed jaar. Leuke groep. Topgroep. Topgroep. We willen graag iets beter presteren met z'n allen. Ja. Maar laten we vooropstellen dat het een leuke groep was. En ook qua begeleiding hebben we met elkaar een leuke seizoen gedraaid eigenlijk met elkaar. En dat is heel belangrijk. En ik denk dat dat een goede basis is om te beginnen volgend jaar. En dan gaan we wel kijken waar we gaan eindigen. En de trainer, hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, dat is heel simpel. Dit is gewoon een man aan mijn hart. Gewoon, heeft hij zich aangepast? Of? Nou, aangepast. Het blijft natuurlijk altijd een Rotterdammer. Maar hij heeft wel zijn best gedaan om een beetje de Scheveningse... Hij eet nog geen haring natuurlijk en dat soort dingen. Maar oké. Nee, ik ben over deze training wel goed te spreken. Het is wel ik mis hem eigenlijk vanavond. Ja, we missen hem allemaal een beetje. De trainer, maar de trainer. Die had vandaag andere verplichtingen. Ja, helaas, hij had dat doorgaan bij willen zijn. Ja. Maar hij heeft zich zes keer geëxcuseerd ten opzichte van ons. Ja. En dat kan gebeuren natuurlijk. En Jan van der Meer roept hij er eens bij. Jan, kom eens even, joh. Ja, Jan, jij ook als de Nestor zeg maar, van de leiders hier in de technische de hap hier in de club. Hij heeft ons allemaal opgeleid. Al zeker, nou, in de laatste 10 jaar al 3 keer afscheid genomen voor het cadeautje. Maar dit jaar zit het er niet in. Nee, ja, ik verwacht toch wel weer een cadeautje. Ja, ik heb niet gezegd dat ik wegging, maar eigenlijk moet dat automatisch worden dan. Jan is onze Nestor natuurlijk binnen de club. En binnen het, binnen de begeleiding van SVC is Jan natuurlijk. Ik kan zeggen dat ze er bijna zijn. Nog 1 jaartje. Hey, we zijn al veilig. We zijn al veilig. Ja, wij zijn veilig, maar hun nog niet. Want om met hun volgend jaar door te gaan, moeten ze nog een klein beetje bijleren. Maar het meeste kennen ze. Ik denk dat in Tourmalines de puntjes op de i gezet moeten worden volgend jaar. Ja, onze trainer die is ook ontzettend blij met ons. En we wisselen elkaar hartstikke goed af. Robert, kom er maar even bij. Ja. Want, Robert, technische commissie, hè, voorzitter bestuurslid. Ja, vandaag weer een topdag, hè. Mag ik wel zeggen. Afsluiting van het eerste was een nederlaagje.
maar tweede top. Ja, ik heb gehoord dat eerste heel goed op gevoetbald vandaag. Dus dat is ook wel hartstikke leuk natuurlijk. En Bart Markering heeft zijn debuut gemaakt. Ja. In het eerste elftal. Dat is ook wel leuk. Een A1 speler. Dat is altijd goed. Jongens van eigen jeugd. Ja. Ja, en de derde periode gewonnen. Dus ja, beter kan eigenlijk niet, toch? Dus ja. Deze mannen die om je heen staan, heb je daar moeite voor moeten doen om die te behouden voor het volgende seizoen? Nou, ze hebben eigenlijk nog steeds nog niet officieel toegezegd of ze doorgaan tegen mij, nee. Dat zou dus kunnen nu. Ja, jongens, gaan jullie nog door volgend seizoen? Karel, we moeten nu iets versnellen. Gaan wij door? Nou, we hebben vanmiddag inderdaad na de wedstrijd op de terugweg er even kort over gehad. Moeten we die waterreus nog verrassen of niet? Maar we gaan hem in positieve zin verrassen, dus wij hebben besloten om toch maar... Ja. Maar er is wel een maatje bij. We hebben tegen Jeffrey gezegd, we willen doorgaan aan het seizoen. Maar we verwachten volgend jaar wel van onze hoofdtrainer een prijsje. Okay. En niet een prijsje voor onszelf, maar gewoon een prijsje voor de vereniging. Prijsje op het veld. Klein vereniging. Ja. Klein prijsje. Nou ja, dat is volgend jaar wel de doelstelling. Ja. Toch? Ja. Volgend jaar gaan we voor de prijzen. Elk jaar zijn we bij deze mooie Voor de prijzen. Dus, we zijn niet alleen van het barbecue. Maar we gaan eerst kijken of het tweede het nog gaat redden. Ja. Wie weet. Nou. Daar kijken we naar uit. Volgende week begint het, hè? Ja, Alexandria 3. Rotterdam gaan we volgende week naartoe. En, het zou leuk zijn als de hele vereniging lekker met een hoop supporters... hopen en lekker ons tweede al helpen met z'n allen. Zo'n vereniging zijn we en zo'n club. Zou mooi zijn. Toch nog een toe. Jan, jij kijkt een beetje beteuterd erbij. Nee, ik ben onwijs tevreden. En we gaan gewoon nog een jaartje door, joh. Ja? Bedankt, mannen. En ja. Succes, hè? Nou. Mag ik jullie bedanken voor het hele seizoen. Het is onwijs gaaf dat het maandag al op Facebook en alles staat. Echt waar. Ja, ik denk dat dat belangrijk is. Jan heeft de... Nou, laat ik het zo zeggen. Kijk, je ziet altijd Leo altijd met zijn grote hoofd op die camera. Daar word je soms helemaal gestort van. Ja. Maar de grote man die altijd achter die camera staat, dat is Michael. En ja, dat is echt een... ja, eigenlijk een... Misschien een beetje onderbelichte kracht. Maar dat is eigenlijk de man die tegenwoordig achter SVC's TV staat. En ik vind echt wel dat hij ook de waardering moet krijgen. Dus bij deze, dit is Michael. Ja. Dus is echt een enorme topper. En die zorgt altijd voor dat de filmbeelden binnenkomen. Hartstikke bedankt, Michael. Wordt onwijs gewaardeerd. Ja. Thanks. Ja. Dus hier krijg je deze hoofd. Dezelfde hoofdleider. Dezelfde hoofdleider. Ja, hoofd, ja. Nou, thanks voor de waardering. Hartstikke bedankt. Ja. Helemaal goed. We gaan niet duidelijk volgend jaar weer lekker te zien. Ja, volgend jaar zeker. Helemaal goed. Ja, Mike, hij is nogmaals hartstikke bedankt. Hè. En ik heb begrepen dat hij zo meteen ook nog even in het zonnetje gezet wordt. Maar in ieder geval namens de begeleiding van de selectie. Top man. Thanks. 1, 2 en 3. Yes, thanks. Goed, Leen. Wil je nog iemand te groeten? Goed. Dames en heren. Maar zoals jullie weten is de jaarlijks barbecue helaas weer aangebroken. Dat betekent dat het seizoen er bijna op zit. Gelukkig niet voor twee. We hebben een geweldige prestatie vandaag geleverd. Dus die mogen nog eventjes door en hopelijk met een mooi eindresultaat. Maar goed, dit staat vandaag even een teken van de heren die dagelijks eigenlijk voor ons klaarstaan. Zowel één als twee en de derde ook. En als blijk van dank en waardering hebben wij voor deze heren een kleinigheidje wat we willen aanbieden. Dus Jan, wat wil jij dan weer? Jij krijgt een Sonja Bakker boek. Dat zijn we een hele jaar. Kom nou, Jan. Kees, Karel, Jan. Kun je ook alsjeblieft. Jan, dat is voor het eten, man. Vier heren die, waar nooit wat te veel aan is gevraagd, ook al lopen wij vaak te klagen, maar het is altijd met respect. En vandaar dat wij nogmaals iets voor jullie hebben. Dankjewel. Ja hoor, Jan. Staat mijn naam op. Ja. We hopen jullie nog lang hier bij deze mooie vereniging te zien en dat jullie nog veel voor ons zullen betekenen. En nogmaals, wij hebben niet meer dan respect en waardering voor jullie, hoe jullie dat allemaal voor ons doen. Dankjewel. Bedankt. En dan wil ik graag Tom, Robin en Maurice naar voren hebben. Oké.
Ook deze drie giganten die staan ook dagelijks voor ons klaar. Ton die neemt de keepers altijd om de handen. Nou, er is niks op aan te merken. Die jongens komen altijd bezweet van het veld af. Trainingsveld ook. Maurice, nooit wat te veel gevraagd als er wat is. Blessuretje of 1, 2 of 3. Staat altijd voor ons klaar ook. Nou, Robin ook volgend seizoen trainer van tweede. Iemand die heel zijn ziel en zaligheid erin gooit. Bij 1, 2 en ook bij 3. Hij is heel betrokken bij iedereen. En ook voor jullie, als blijk van danken bij Dering, hebben wij een kleinigheidje. Geef nu graag het woord. Ja, niet geheel onbelangrijk. En dat zijn eigenlijk twee kanjers die we eigenlijk vergeten, maar ook niet. Want iedereen die het eerste wat 9 van de 10 mensen doen op maandagochtend is naar SVC-TV gaan op de site. Leo en Mike. Mike, moet je even die camera iemand anders geven? Twee mensen die hoor je niet. Die zijn zeker bij ons bij het eerste, zowel uit en thuis, door weer en wind. Vooral Mikey, maakt niet uit aan Mike, regen en hagel, die staat er. Leo, hetzelfde verhaal. Toch nog even een applausje voor Mikey, want inderdaad in de regen, ik zie hem met een parapluutje boven die camera. Ja. Dat jullie dit nog jarenlang zullen blijven doen voor de vereniging. Want nogmaals, het is gewoon populair en iedereen die kijkt er altijd weer naar uit op maandagochtend als het op de site staat. Ook als blijk van dank en waardering ook namens heel de groep 1, 2 en 3. Kleinigheidje en bedankt. Namens de tweede hebben we ook nog wat presentjes. In aanlopers dan. Maarten, onze leider, die is er niet. Gaat wel stoppen. Dus hij krijgt nog een mooi afscheidscadeau. Jaap Lokema, namens 1 ook, zou ik die even benoemen. Namens 1 en 2. Jaap Lokema samen met zijn vrouw doet altijd de was. Sommige mensen zullen het niet even weten, maar toch ook iets wat wel gewaardeerd wordt. We beginnen maar even met iemand die altijd voor ons klaar staat. De andere leider, Peter van Dissel, even naar voren. Alles voor ons klaar. Geen wedstrijd heb je gemist. Dat is ook voor jou een presentje. En we weten dat je ook wel lekker spul zit. Is dit een goede opmerking? Cardi Lemon, is dat goed? Kan je wat zeggen? Peter blijft erbij volgend jaar, dus op de trainingen altijd erbij was. Donderdag bij derde, maar zeker gewaardeerd op dinsdag ook bij het tweede assisteren. Hans van Zanen. Hans van Zanen. Maurice bij het eerste. Zo hebben wij ook eentje bij de tweede, al jarenlang. Hij is even weg geweest, maar nu gelukkig weer terug. Ook volgend seizoen is hij er weer. Ger, mooi man, even naar voren. De tweede, maar zeker ook de eerste, want dan sta je ook even klaar. En ik denk, als er een jeugdlid is, dan sta je daar even klaar. Ook voor jou een presentje, dankjewel. Ik wil een aantal spelers van 2 en ook een aantal mensen van de TC gelijk gaan geven en mijn nederlaag erkennen. Ik heb op een gegeven moment heb ik gezegd, Geert, ik heb op een gegeven moment gezegd van dit is een niet meer te redden. Kansloze missie. En vandaag hebben we dus laten zien dat het gelukkig geen kansloze missie was. Dus de komende 3 weken veel succes. Maar wel door Mark. Oh, dan moet jij er ook maar weten. Wel door Mark! We hebben 2 mensen die afscheid gaan nemen. Dat zijn mensen die al jaren aan onze selectie verbonden zijn. Allereerst even naar voren onze trainer van de tweede. Hij blijft nog een paar wedstrijdjes, maar 2,5 jaar in dienst. Leendert. Leendert Bos. Maar omdat Leendert stopt bij de selectie en volgend jaar er niet meer bij is, net als Maarten, die is er niet, krijgt hij een
extra cadeau. Kijk of dit goed is, anders zijn we het verkeerde. Deze is het. Ja, jij stond er ook mee. Ik zou het leuk vinden als je hem hier even openmaakt. Dan kan iedereen het zien. Namens 1 en 2, dit is voor jou. Als dank en als afscheid. Denk ik dat ook al toen ik stopte met voetbal, had ik ook allemaal foto's. Toen ik in het eerste elftal speelde, daar kom ik vandaag. Vind je wel een leuk? Staat er toch op. Wie is dat dan? Laat maar even zien, Leen. Nou, Ries, als laatste. Ja, Ries dan. Ja, ik weet niet eens meer hoe lang, want het is zo lang. Acht jaar trainen. Eerst 6 jaar van het derde. Nu 2 jaar van het tweede, de assistent van Leen. En voetballen. Altijd betrokken. Volgens mij was je de hele week mee bezig. Ja, dat kunnen we ook wel even zeggen, want we hebben promotie nog niet afgedwongen, maar wel wedstrijden. En we hebben dat af en toe met een beperkte groep gedaan, soms met 11 man op stap. En dan was Richard altijd de man die, die dan zijn schoenen meenam en ook gewoon bereid was om op de bank te zitten. Hij heeft niet in hoeven vallen. Dat is een andere seizoen, dat was anders geweest. Ik denk voor iedereen wel een gewaardeerde persoon binnen de selectie, omdat je altijd luisterend oor had. Eerlijk bent en ook gewoon er altijd bent als het nodig is. Dus je zal zeker gemist worden, maar je gaat bij de A ga je, iets heel moois doen, denk ik. Ik denk dat je ook heel veel zin in hebt, als ik jou zo hoor. Dus dat kan niet anders dan mooi worden. Voor jou ook een mooie bon om lekker wat te gaan eten. En jij mag hem net zoals Leen ook even voor de hele groep openmaken. Ook een foto van Leen. Nou, ja, er zit wel wat. Ja, dat klopt wel een beetje. Maar we dachten dat je dat wel eens Leen. Dat was hem. Nou, wacht nog wel één ding. Ja, we zijn er bijna, jongens. We hebben wel veel gepraat nu eventjes. We willen toch nog, wat ook niet onbelangrijk is op elke avond en elke week en het hele jaar door, is de bar. En wij wilden graag even Ria en Eva bedanken voor het hele seizoen ons gesteund hebben. En dat is echt niet onbelangrijk. We hopen dat het komende jaar. We willen echt even opstaan. Het komende jaar dat blijven doen. En, hartstikke bedankt en een bloemetje voor jullie. Ja, dank je. En zo voortkom ik, dat ik eigenlijk het liefst naar achteren kijk.